Goedenavond en welkom bij een nieuwe aflevering van Focus. Dit is het programma waar het accent gelegd wordt op de activiteiten die voor u van belang zijn. Vandaag in Focus. Regering zet zich actief in voor uitfaserend kwikgebruik. Gezondheidszorg geniet genoeg prioriteit van de regering. Overheid en vakbonden samen in overleg over financiële maatregelen. En minister Raghubar Singh blikt terug op succesvolle week met IMF-delegatie. Tijdens de regeringsraadvergadering van 8 november 2023 is belangrijke voortgang geboekt met betrekking tot de uitfasering van Kwik volgens het Minamata-verdrag, gepresenteerd door ROM-directeur Ritesh Sardu en NAP-consultant Nathalie Emmanuels. Verder is er ook een besluit genomen dat de decentralisatie van de rechtspraak in Marowijne en Brokopondo dichterbij brengt wat van groot belang is voor de lokale gemeenschap uit die districten. In de regeringsvergadering van woensdag 8 november 2023 is er een presentatie gegeven met betrekking tot uitfasering van kwikgebruik. De presentatie is verzorgd door de directeur van ROM, Ritesh Sardu, en consultant van het Nationaal Actieplan, Nathalie Emmanuels. Het plan is in een tijdlijn gepresenteerd in het kader van het Minamata-verdrag. De president heeft aangegeven dat hij graag heeft dat de uitfasering binnen 5 jaar een feit is. De minister gaf aan dat het best wel uitdagend is binnen 5 jaar, maar dat het plan afgestemd zal worden op deze tijdlijn. Volgende week is er een presentatie voor ordening van de goudsector en daarin wordt meteen ook meegenomen uitfasering van Kwik. De grotere bedrijven gebruiken cyanide en gebruiken ook gesloten systemen waardoor de schadelijke chemicaliën zo min als mogelijk in het milieu terechtkomen. Verder is er ook een besluit genomen met betrekking tot decentralisatie van de rechtspraak. Dit is van groot belang voor gemeenschappen in Brokopondo en Marowijne. De locaties zijn intussen geïdentificeerd. En het doel is dat er in december 2023 al gebruik gemaakt kan worden van deze locaties. Dit is een belangrijke ontwikkeling voor de gemeenschap van deze gebieden, omdat men voorheen moest reizen naar Paramaribo of Nikeri. Dit is belangrijk zodat de burgers van deze gebieden makkelijker toegang hebben tot het rechtssysteem. Het sociaal programma kan wat verbetering gebruiken en daarom komen er wat veranderingen met betrekking tot het sociaal programma. Er komt een gespecialiseerd team dat de monitoring en coördinatie in handen zal hebben. Dit team zal samen met de minister van Financiën een inventarisatie maken over alle subsidies die uitgekeerd worden en de subsidies die behoren tot sociale uitkeringen, die zullen opgenomen worden in het sociaal programma. Dit is om een beter overzicht te kunnen hebben over alle sociale projecten die de regering uitvoert in één sociaal programma, waardoor alles ook een beetje transparant en beter geordend aan toe gaat. Dat de regering niet genoeg prioriteit geeft aan de gezondheidssector is volgens Chris Somai, financieel directeur van het Stichting Staatsziekenfonds SZF, onjuist. Zowel Somai als waarnemend directeur Jane Harkisoen benadrukken dat deze regering alle aandacht heeft voor de gezondheidssector en er alles aan doet om middelen beschikbaar te stellen om de gezondheid van elke burger te garanderen. Kijkt u mee naar het volgende verslag.
de laatste maanden hebben we wel dat we het SZF dus achter, tenminste niet op tijd is met het betalen van sommige groepen. Bij sommige groepen lukt dat nog net wel. Met name de ziekenhuizen, de medische zending, de RGD, dat zijn eigenlijk de grote instanties. Daar lukt het eigenlijk net wel. Maar inderdaad, bij artsen, specialisten en andere groepen gebeurt het wel dat er inderdaad dat we niet op tijd zijn met de betaling. Dat klopt. Maar wat ik wel kan benadrukken, dat zowel de overheid als wij werkelijk het belang ervan zien dat wij zo snel als mogelijk moeten betalen. Maar je bent nou wel dan afhankelijk van die cashflow. En aangezien ik niet de finance deskundige ben, wil ik vragen als hij daar verder dan op in kan gaan. Hij is namelijk ook degene die steeds het contact heeft gehad met het ministerie van Financiën, de centrale bank, onze bank, maar ook met bijvoorbeeld de VMS en zoals wat nu er is, met de sectiespecialisten van de VMS. Met betrekking tot de, met name de late betalingen, is er feitelijk heel veel te zeggen. Maar ik zal proberen het heel kort te houden, maar ook overzichtelijk. Daar er vaak onbegrip is over de situatie, ondanks wij dagelijks met elke dienstverlener in contact zijn en hun de situatie voorhouden, is er vaak geen begrip ervoor. Wij erkennen dat wij contractuele verplichtingen hebben, maar u moet wel begrijpen dat het niet om enkele tientjes gaat, maar het gaat om miljoenen. En als het om miljoenen gaat, waarbij zeg maar bijkans 95% het moet komen vanuit onze overheid, dat het niet een eenvoudige taak is in deze tijd. We weten allemaal wat de financiële situatie is van de overheid en van waar wij eigenlijk uitkomen. Daar hoef ik niet geen uitleg te geven. Maar het is wel belangrijk om te weten en te laten zien van waar we komen en waar we zijn. Een van de zaken waar er een enorme klacht is, is dat de regering, deze regering met name, geen prioriteit geeft aan de zorg, weinig geld beschikbaar stelt aan de zorg. Wel, de cijfers laten wel wat anders zien. Om u maar een voorbeeld te geven, toen wij hier kwamen en de leiding overnamen, waren op dat moment de zorgkosten per maand die wij aan de dienstverleners gingen betalen, bedroegen circa 60 miljoen. SRD'tjes per maand. Dan ga ik u nu zeggen wat het nu is. 240 miljoen per maand wordt vanuit de overheid via het SZF beschikbaar gesteld voor de gezondheidszorg. Dan snapt u wel dat in mijn perceptie wel genoeg prioriteit wordt gegeven, genoeg aandacht wordt gegeven en feitelijk, als je kijkt naar het vertrekpunt, ook ruim schoots middelen beschikbaar wordt gesteld. 240 miljoen elke maand beschikbaar stellen. En daar heb ik alle begrip als ik met de regering aan tafel zit. En wanneer ze me ook uitleggen van, we hebben bepaalde prioriteiten. Prioriteiten, dan komt de salarissen van de ambtenaren eerst, dan komt SZF, etc. Het is geen kleine hoeveelheid geld. En precies zo nemen we de communicatie over om met de dienstverleners erover te praten. Dat het goed komt. Het is feitelijk once a while. En dat is onlangs met de medische specialisten. Is het feitelijk de tweede keer in de afgelopen 3 jaren. Dat ze binnen een maand zeg maar hun tegoede over de afgelopen maand niet 100% hebben kunnen ontvangen. En dan lees je dan in de media, komt er een berichtje waarbij je duidelijk genoeg hebt gecommuniceerd. Gisteren nog, 8 november was gisteren. In de statement van de VMS wordt ook aangegeven dat de minister van Volksgezondheid hun had beloofd om uiterlijk 8 november
hun gelden beschikbaar te stellen, dat achterstand van 50% over een bepaalde periode. Nou, de minister is zijn belofte nagekomen. Wij hebben ook, gisteren was 8 november, dat geld ook uitbetaald. En wat betreurenswaardig is, dat je dan een beetje voorbarig bent om gelijk de media-aandacht te zoeken en te denken van zie je, en dat is die perceptie, die fout in de perceptie die vaker leeft, en onterecht is, want geen enkel betalingssysteem binnen de overheid kan gelijk geld binnen een dag beschikbaar stellen. Het administratieve molen start rond de 18e van de maand. Starten we met het proces van een prognose. Zoveel is aan claims vanuit de dienstverleners ingediend. De regering geeft ons dan ook uiterlijk eind van de maand een overzicht van dit mag je verwachten, echter niet in één keer. En dat begrijpen we wel. Dagelijks wordt er inspanningen gepleegd. Jammer genoeg, niet begrepen, toch? Maar in mijn perceptie, binnen die 4 weken lukt het ons in zeker 99% van de gevallen wel dan om de dienstverleners uit te betalen. Die cijfers laten dat ook zien. Wat het probleem is bij de dienstverleners is dat zij graag wensen dat het voor een bepaalde datum het moet komen. En blijkbaar een angst als het deze week eerste week is gekomen en als we niks zeggen komt het de volgende keer tweede week en zo gaat er steeds uitgesteld worden. Daar heb ik ook begrip voor. Maar het is pertinent onjuist om te zeggen dat de overheid 1. Weinig middelen beschikbaar stelt. Daar doe ik de vergelijking op basis van het vertrekpunt. 60 miljoen op baanbasis. Dat gegroeid is naar 240 miljoen op maandbasis. Dan begrijpt u dat het niet om weinig geld gaat. Gezien onze Surinaamse macro-economische situatie. Is jammer, maar het vraagstuk van de tijdige betalingen. Daar wordt er dagelijks alles eraan gedaan. Vanuit het SZF, vanuit het de regering, vanuit alle actoren die betrokken zijn, wordt er ook voldoende gecommuniceerd. Dat is wat ik feitelijk te vertellen heb over de betalingen in de gezondheidszorg. De huisartsen hebben hun geld al ontvangen. Het enige achterstand dat ze nog hebben is een TWK-tegoed van februari dit jaar. Er was een tariefaanpassing geweest en op grond van tariefaanpassingen heb je dan TWK-tegoeden die ontstaan. En bij de huisartsen is er een TWK-tegoed nog over de maand februari dat uitbetaald moet worden. Waar ook feitelijk de overheid te kennen heeft gegeven dat die medio november betaalbaar gesteld zal worden. Dat is ook gecommuniceerd met hun. Achterstanden in die zin van afgelopen maanden niet meer. Wat er wel is, we hebben een afrekeningsperiode. Dus die afrekeningsperiode van afgelopen periode, dat wordt dan hoort uiterlijk de laatste dag van de maand uitbetaald te worden. En de laatste dag van de maand was dan in dit geval 31 oktober. En dat bedoel ik, daar kom je niet aan toe. Wij hebben die 240 miljoen. Daar lukt het de overheid niet en het gaat even nog niet lukken, omdat het niet 2 miljoen is of 500.000. Het is 240.000. Dus die komen in tranches binnen. De prioriteitsstelling is dan als volgt. De ziekenhuizen, RGD en de medische zending, die komen als eerst. En daarna volgen de overige dienstverleners. P
President Chandrika Prasad Santokhi had op 8 november een ontmoeting met vertegenwoordigers van verschillende vakbonden. Tijdens deze bijeenkomst zijn diverse voorstellen besproken met betrekking tot de BTW-wetgeving, waarbij de focus lag op de verhoging van belastingen op brandstof en nutsvoorzieningen, evenals voorstellen om de belastingschijven uit te breiden. Minister Stanley Raghubar Singh van Financiën en Planning heeft ook over deze kwestie zijn statement kenbaar gemaakt. Het volledige statement kunt u volgen op alle social media kanalen van CDS. Alles wat bereikt is in macro-economische zin, koersstabilisatie, weer reserves bij de centrale bank, een dalende inflatie, die inflatie is er nog, hij is nog hoog, maar hij daalt heel duidelijk. Dat is werk van gezamenlijke inspanningen. Dat is niet alleen werk van de regering, maar daar hebben wij steun van vakbeweging en van bedrijfsleven en de gemeenschap mee gehad. En daar zijn offers gebracht. En het is ook duidelijk dat als vanuit de sociale partners kenbaar gemaakt worden, dat die offers pijn doen, dat de regering daarnaar luistert en wil kijken wat daar aan gedaan kan worden. Maar het is wel zo dat er overeenstemming is dat wat er bereikt is niet verloren mag gaan, maar dat die stabiliteit die bereikt wordt, langzaam maar zeker en duidelijk door alle inspanningen, dat zichtbaar moet worden, duidelijker, sneller zichtbaar moet worden in het dagelijks leven van mensen. Dat leven ook makkelijker, vlugger, makkelijker moet worden. In dat opzicht heeft ook hier Ravaksuur een hele constructieve bijdrage geleverd door te zeggen dat zij niet pleiten om de BTW af te schaffen. Dat zijn ook de andere bonden niet. De bonden die in actie zijn, ook die bonden hebben nooit gepleit voor afschaffing van de BTW. Wel voor een betere toepassing van die BTW. De regering is het daarmee eens. Er is wat dat betreft geen verschil van mening over het feit dat die BTW wel moet worden ingevoerd. Wij zijn blij met het standpunt van Ravaksuur. En wat Ravaksuur dus ook zegt, kunnen we zonder nog dat we teruggaan naar de assemblee kijken hoe we die beleidsmaatregel waarvan we het allemaal erover eens zijn dat het belangrijk is om die beleidsmaatregel te treffen, om de BTW te innen, dat zonder dat we dat wijzigen, dat we opvang scheppen voor kwetsbare groepen. En ook in dat opzicht zijn daar goede voorstellen van gekomen. Die goede voorstellen sluiten voor een belangrijk deel aan op voorstellen die ook gekomen zijn op de voorstellen van de gezamenlijke vakbonden. En een deel van die voorstellen zitten in hun motie die ze vandaag aan de regering hebben aangeboden. Wanneer wij zeggen verhoog de BTW op brandstof, is de bedoeling niet om de kwetsbare groepen te treffen. Maar als wij 2 SRD van de brandstofprijs eraf halen, betekent dat de regering 1 miljard aan inkomsten verliest. En die inkomsten gaan naar, voor een belangrijk deel, naar rijke mensen, naar de smokkel en naar de illegaliteit. Dat is niet wat we willen. We hebben liever dat dat 1 miljard naar de regering komt en dat wij kunnen zeggen, met dat 1 miljard kunnen wij werken aan verbeteringen van de salarissen en aan verbetering van toelagen aan de armste groepen. Bij de afbouw van subsidies bij de EBS is het volledige bedrag van 260 is in die 1800 SRD aan de armste groepen teruggegeven. Bij de afbouw van de subsidies op de brandstof is een belangrijk deel van die 1800, daarin zit een belangrijk deel compensatie voor de stijging van brandstofprijzen. En met Ravaksuur gisteravond zijn zaken besproken. Kunnen we, en ook daar, de gezamenlijke vakbonden die in actie zijn, die zeggen, kunnen we die BTW reviewen? Ja, we willen hem reviewen. Het moet ook, omdat die wet niet perfect is. Er zitten zaken in die wet die verbetering behoeven. Alleen, haal het beleid niet eronder uit.
zegt niet stop dat beleid. Omdat daarmee ook de inkomsten voor de staat stoppen en daarmee beleid dat we kunnen voeren voor kwetsbare groepen stopt. Als wij die BTW-inkomsten wegdoen, ontstaat er een onmiddellijk gevaar voor de doorbetaling van salarissen van ambtenaren aan het eind van elke maand. Als we die BTW stoppen en terugdraaien, ontstaat er een onmiddellijk gevaar voor voortgang van de elektriciteitsvoorziening. Wij zijn bezig om stabiliteit te creëren, maar die stabiliteit is kwetsbaar. En ik zeg dit om begrip te vragen van de gemeenschap, dat terwijl wij beseffen dat de gemeenschap het moeilijk heeft, dat ook de regering elke dag probeert te kijken hoe we door kunnen besturen, hoe we kunnen garanderen dat de salarissen doorbetaald worden, hoe we kunnen garanderen dat stroom voor iedereen beschikbaar blijft. Op woensdag 8 november is tijdens een persconferentie op het ministerie van Financiën en Planning de verschillende aspecten van de IMF-missie en de vierde review van het programma besproken. Tijdens deze conferentie waren minister Ragubar Singh, delegatieleider Anastasia Gusina en de governor van de Centrale Bank van Suriname, Maurice Roemer, aanwezig. Minister Ragubar Singh benadrukt dat Suriname aan het eind van het programma in staat zal moeten zijn zelfstandig haar schulden af te lossen. Wat bij het IMF verder in deze review-missie naar voren gekomen is, is dat waar we achterlopen, een van de gebieden waar we achterlopen, is het sociaal programma. En in feite vertelt het IMF ons iets wat we zelf uit het verleden al weten, namelijk dat je beleid voert in package deals. Als je moeilijke maatregelen treft, zorg gelijk voor de opvangmaatregelen. En in de besprekingen met het IMF is het zo dat wij bij vrijwel alle beleidsgebieden zeggen: bezuinigen, de subsidies weg, de subsidies ombuigen naar de arme mensen en naar de middenklasse, zorgen dat de mensen die werken beter betaald worden. Dus overal. Zuinig, fiscale discipline, dat wil zeggen begrotingsdiscipline, discipline bij de centrale bank. Maar er is één gebied waarvan het IMF zegt van daar moet je meer uitgeven en dat is het sociaal beleid. En dat moeten we doen op de manier zoals we dat in het verleden ook gedaan hebben. En je ziet dat nu ook zich aftekenen. Als je moeilijke maatregelen treft, zorg ervoor dat tegelijkertijd de opvangmaatregelen voor de meest kwetsbare groepen en de middenklasse, dat die maatregelen in plaats zijn zodat je die kan treffen. Het voorbeeld van de afgelopen dagen is dat als je bijvoorbeeld zou zeggen, je haalt 2 SRD af van de BTW bij de pomp, dat ons op jaarbasis de staat 1 miljard SRD gaat kosten. Die 1 miljard gaat vooral in de zakken van rijke mensen, van smokkelaars, en van illegaliteit. Waarom zouden wij willen dat we 1 miljard SRD ombuigen naar dat soort doelgroepen? Laten we die 1 miljard binnenhalen en laten we ervoor zorgen dat we het beschikbaar stellen aan arme mensen daar waar nodig en aan de middenklasse daar waar nodig. Dat is niet iets wat we zo echt heel duidelijk met het IMF besproken hebben. Wat we wel besproken hebben, wat het IMF zegt, de maatregelen die je treft zijn goede maatregelen. Leg ze goed uit. Zorg ervoor dat er opvang is voor kwetsbare groepen. Maar no backtracking, niet teruggaan, niet maatregelen die reeds getroffen zijn, die terughalen. Die maatregelen zijn uitvoerig besproken in het parlement. Uitvoerig bediscussieerd, gedebatteerd in het parlement, ook in de gemeenschap. En op grond daarvan zijn beslissingen genomen. En als die beslissingen sommige effecten hebben, en die hebben sommige effecten, en die effecten kunnen kwetsbare groepen raken, zorg dat je die kwetsbare groepen opvangt. Maar haal niet, ga niet terug naar wat wij kennen als de
de algemene subsidies waar je het weggeeft en het gegeven wordt aan doelgroepen die het niet wil geven. En we zijn gekomen aan het einde van Focus. Mag ik u bedanken voor uw aandacht? Goedenavond.